In de toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving, de WLO, kijken het CPB en PBL vooruit naar de jaren 2030 en 2050. Hoe ziet de wereld eruit waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken? De toekomst is onzeker. Om beleidsmakers toch enig houvast te geven, hebben de planbureaus twee scenario's uitgewerkt. Scenario hoog en scenario laag. In scenario hoog combineren de onderzoekers een economische groei van 2% per jaar met een relatief sterke bevolkingsaanwas. In scenario laag gaat een economische groei van 1% per jaar samen met een beperkte demografische ontwikkeling. Het doel van de scenario's is inzicht te bieden in toekomstige knelpunten en kansen. Hierbij is gekeken naar vier fysieke leefomgevingsthema's: regionale ontwikkelingen en verstedelijking, mobiliteit, klimaat en energie en landbouw. Ze vormen zo een kader om na te denken over toekomstig beleid. Scenario's kunnen immers helpen om een visie en een beleidsdoel te formuleren. Aan de hand van beide scenario's kan ook worden onderzocht of bepaalde beleidsopties of maatregelen tot de gewenste effecten zullen leiden. Omdat veel beleidsmaatregelen met betrekking tot de fysieke leefomgeving langdurige gevolgen hebben, willen overheden de kosten en baten op korte en lange termijn afwegen. De scenario's hoog en laag vormen een goede basis voor een dergelijke afweging.